Hallo allemaal en welkom bij onze eerste shoplog. Nou, ik ben Frederike en samen met mijn vriendin Charlotte heb ik www.cupcakechicks.wordpress.com. Deze shoplog is dan van mij alleen en misschien komt er ooit nog een shoplog van Charlotte zelf, maar dat weet ik niet precies. Deze hele maand heb ik best wel veel gekocht, maar ik doe ook nog een paar dingetjes van juni. Zodat het lekker een lang filmpje wordt. ik begin met mijn agenda. Want voor het nieuwe jaar wou ik een agenda van Shoprella. En die zag ik op een site. Alleen ja, bij Bruna kan je hem niet kopen. Dus ik dacht bij mezelf van ja, waar kan ik die dan kopen? Heb ik op de site van de agenda zelf gekeken. Kon ik hem ook nergens vinden. En op een gegeven moment keek ik op bijvoorbeeld de V&D-site. En toen zag ik hem daar. Dus gelijk de volgende keer dat ik naar de V&D, in de V&D was. Heb ik deze agenda gekocht. Ik vind hem heel leuk. Want het lijkt een beetje op Chanel dit. En ik hou heel veel van Chanel. En ja, het is niet zo'n grote agenda. En ja, het is een beetje roze-achtig. En ja, ik vind het gewoon heel mooi. Je doet hem zo open. Ik zal het even laten zien. Kijk, heel makkelijk. Gewoon een magneetclipje. En binnenin zit pantenprint. Nou, ik ben heel fan van pantenprint. En zelf heb ik ook nog een spiegeltje ingeplakt. Dat is... Oh, sorry. Want dat is altijd handig. Om heel even lipgloss op te doen in de les. Als het weer een saai is. Nou, het zijn hele leuke printjes allemaal. En ja, je hebt pantenprint van alles. En om de maand, laten we zeggen, in de agenda, komt er alweer een notitiepagina. Dat is heel fijn. Want ja, als je vriendinnen hebt die wat in je agenda willen schrijven en je hebt bijna geen notitiepagina's, dat is echt gewoon verschrikkelijk. Dus dit is wel heel fijn. Nou, in ieder geval deze. En dan, ja, er staat er meestal ook een verhaaltje. En ja, dat is gewoon heel leuk als je niks te doen hebt in les. Er zitten reclames in en dat soort dingen. Nou, dat was in ieder geval mijn agenda. Alleen, ik zou er heel snel bij zijn, want in de V&D, in de V&D waar ik deze heb gehaald, is die eigenlijk al uitverkocht. En ik had hem echt... begin van de schoolcampus al gekocht. En ja, dus ik ben heel blij dat ik hem toen heb gekocht. Maar toen was er een van de laatste. Dus deze agenda gaat heel snel. Dus ik zou er snel bij zijn als je wilt hebben. Verder heb ik nog van mijn zus een lipgloss gekregen. Ik weet niet of je hem kan zien. Dit is de Sun Club lipgloss van Essence. En dit is nummer 2, Beautiful Bronze. En ja, hij is eigenlijk wel heel mooi. Het is, laten we zeggen, ja, een bruine. Maar ja, als je hem op hebt, dan ja, zie je, ja, ik weet niet. Kijk, ik kan wel even swatchen. Nou, eigenlijk zie je niet zo goed. Ja, je ziet hem niet zo. En ja, ik vind hem eigenlijk heel mooi. Ik kan hem even van opdoen. Ik weet niet of je hem goed kan zien. Maar ik zal hem nog één keer doen. Nou, ik vind hem wel heel mooi. Gewoon even van je tas. Als je even zo'n lipglossje op wil. En hij heeft niet veel kleur. Hij glinstert heel mooi. En ik weet niet precies hoe duur die was. Want ik heb hem natuurlijk van mijn zus gekregen. Maar ja, hij is volgens mij niet in alle Essence assortiment bij de Kruidvat. Want wij hebben hier een heel groot assortiment. Maar sommige Kruidvat hebben het niet. Dus dan moet je even kijken waar je hem dan wel kan halen als je hem leuk vindt. Verder heb ik nog crack nagellak gekocht. Deze zwarte is heel vaak uitverkocht. En je hebt hier ook wit van.
Maar ja, meestal is hij op ja, zaterdag, dinsdag. Ja, meestal eigenlijk op dinsdag is hij weer binnen. En ik kwam vandaag en ik zag hem. En ik dacht, die moet meenemen. En de actie geldde nog van 2 SS-nagellakjes voor 2 euro. Dus dat was natuurlijk helemaal leuk. En mijn vriendin, ja, Charlotte dan, die heeft deze ook nog gekocht. Dus nu hebben we dezelfde. En hij breekt heel mooi. Ik heb even geen voorbeeldje. Ik kan wel heel snel even op naast doen. Je moet het vooral niet te dik doen. Want ja, als je het dik doet, dan crackt hij gewoon niet. En je moet een nagellakzone doen. Het maakt niks uit welke nagellak. Maar gewoon een nagellak. Ik heb nou toevallig gewoon heel simpel streepjes. Dat komt omdat mijn nagels. Ja, ik heb een nagelbijtverslaving gehad. En mijn nagels zijn dus heel kort. En streepjes maken het langer. En ja, in ieder geval, ja. Hij is niet zo heel goed. En het zit er ook een beetje naast, maar ik laat het even zien. Nou, ik vind dat hij heel mooi breekt voor 1,80 euro. Kost helemaal geen drol. Dus ja, het is echt een aanrader. Verder heb ik deze nog gekocht. De Essence Nail Art Express Dry Drops. En die is echt heel fijn. Echt, ik meen het. Als je die erop doet, is het binnen een minuut echt. Nou, wel handdroog. Het is niet dat je gelijk allemaal spullen kan pakken en zo. Het is dan, als je laat zeggen, één keer zo indrukt, dan is hij niet droog genoeg. Maar echt na 5 minuten is hij gewoon echt helemaal droog. Echt fantastisch. En deze kostte 2 euro. Niet zo heel veel geld. En het is heel handig, want hier dit zwarte dingetje. Ik zal het even laten zien. Kijk, hier zit dan wat in. Nou, ik doe altijd een beetje wat uit. Want ja, als je dat helemaal op je hand krijgt. Dan op je vinger, sorry. Dan, ja, dat is echt gewoon te veel. Het is eigenlijk een soort olie. Kijk, het werkt zo. Nou, één druppeltje is genoeg. Twee kan ook wel. Maar ja, het gaat er altijd naast. Altijd, het kan nooit op je vinger blijven. Dus je moet niet denken van, oh nee. Dus ja, nou, dat waren de dry drops. Verder heb ik bij de Action nog deze, ja, baked mascara gekocht. Oogschaduw, oh sorry, maar ik spel van alles slecht zeg. Gekocht en ik zag hem op de blog van Marjolein. En ik dacht voor 1,29 euro moet ik die gewoon hebben, want ze had hele mooie zwartjes gemaakt. Want dit is als je met, ja, als je met een beetje water doet, dan krijg je heel mooi effect. Het staat hierboven ook, ik zou het even voorlezen. Zowel nat als droog te gebruiken. Droog voor een natuurlijke look en nat voor een maximaal effect. Nou, droog was niet helemaal, maar nat was wel heel mooi. En ja, ik wou hem vooral door deze twee bovenste kleurtjes. Maar ik kwam erachter dat de links, ja, dat, nou in ieder geval deze, dat hij een soort paarlemoer heeft. Ik weet niet of ik kan zien, maar ja, dan moet je ook een beetje in het licht zien. In ieder geval, ik ben er heel blij mee. En je hebt volgens mij heel veel kleuren. Je hebt voor het ook roze met bruin. En je hebt ook blauw en volgens mij paars en zo. Maar ja, er waren niet zoveel meer bij mijn Action. Dus ja, heb ik deze maar meegenomen. En ik hou van roze. Verder heb ik van mijn zus deze masker gekregen. Gezichtsmasker van Dr. van der Hoog. En ja, die vind ik eigenlijk. Ja, ik weet niet. Ik heb het nog nooit van Dr. van der Hoog gehad. Maar volgens mij is die heel fijn. En deze kan je met een vriendin doen. Dat is er één, maar. Ja, Charlotte heeft hem ook een keer gehad. En dat was echt te veel voor één gezicht. Tenzij je een heel groot gezicht hebt, maar het lijkt me sterk. Dus dit kan je samen met je vriendin doen. En eerlijk gezegd weet ik ook niet hoeveel deze kost. Want ja, ik ga dat niet achterhalen als ik iets van mijn zus heb gekregen. Het heet Dode Zeemodder. Klinkt heel vies. Maar het schijnt heel goed te zijn voor je huid. Sorry, ik kan een beetje stotteren hoor. Het schijnt heel goed te zijn voor je huid. En ja, dan wil ik het wel proberen.
Verder heb ik ook deze van mijn zus gekregen. Essence Pure Skin. Ik weet echt niet wat hier staat, sorry. En daaronder staat Face Trips. Dat is bijvoorbeeld, nou, iedereen, elke meisje heeft al meeeters. En je hebt bij de Action strips voor hier over je neus. En dan doe je een beetje nat maken en dan haal je het na een kwartier eraf zo. En dan, ja, dan zie je allemaal meeetertjes, dan wordt er uit ja, getrokken. Het is niet zacht voor je huid. Het is beter dan dat je gaat knijpen. Ja, in ieder geval dat. En eigenlijk bij mijn zus die zegt dat het best wel pijn doet. Bij mij niet. Maar dat is gewoon, ja, als je een meeeter eruit hebt geknepen, laat ik zeggen, dan doet het ook pijn. Dus voor mij maakt niks uit. Het is alleen maar hygiënischer. Deze zijn voor hier en hier. Dus dat is wel fijn. En ik heb er 2 van gekregen, dus dankjewel zus. Ik heb ook nog, en ik krijg heel veel van zus, deze 2 waterdecals gekregen. Dat zijn gewoon eigenlijk knaagstikketjes, maar dan wat mooier volgens mij. Nou, ik vind het heel leuk, want het zijn roosjes. En ik hou van roosjes, ik hou ook van roze roosjes. Blauw vind ik iets minder, maar het is altijd leuk, toch? En, nou, die vind ik ook heel erg leuk. Want ik hou helemaal van nagellak en alles. Verder heb ik ook nog Fimo's gekregen. En ik weet niet of je dat kent, maar dat zijn soort klei dingetjes. Klei figuurtjes, heb je in allerlei soorten figuren. En die kan je dan, als je acryl nagellak hebt, kan je ze heel makkelijk erin doen. Nou ja, als je het doet, laat me zeggen, dan kan je ze heel makkelijk erop zetten. Maar bij gewoon nagels, want ik heb dus geen acryl, nagels. Kan je ze volgens mij ook wel gewoon heel makkelijk erop zetten. Maar ik weet niet zeker hoor. Maar volgens mij wel, want ik zie ze op heel veel blogs voorbij komen. Je hebt ze ook in staven, die ongeveer zo groot zijn. En dan kan je ze gewoon zelf eraf snijden. Maar deze kreeg ik gratis bij een webshop. Die kreeg ik gewoon gratis bij een bestelling. Of mijn zus dan. En ja, dan is het altijd leuk toch? Om een keer uit te proberen. Nee, de Fimo's. Verder heb ik nog van mijn zus nagelsteentjes gekregen. Of ja, van mijn andere zus. En dat zijn, ik zou het wel even laten zien, bijvoorbeeld zulke dingetjes. Nou, deze zijn dan niet zo, ja, dit zijn gewoon eigenlijk glittertjes. Ik laat het wat beter zien. Nou, deze heb ik al open gemaakt. Het zijn maantjes. En ja, die kan je dan gewoon met, die kan je volgens mij ook op de nagellak doen. Maar dat heb ik ook een keer geprobeerd en dat werkt niet helemaal top. Toen heb ik bij de kruidvat, want ik moest dus nagellijm hebben, deze in de uitkoopbak gevonden. Die was 2 euro. Maar ik had eentje waar 1,80 op stond. Dus toen heb ik voor 1,80 meegekregen. Geen geld. Want normaal kost het echt 5 euro voor 2 zulke grote tubetjes met zo'n, ja, satéprikkertje noem ik het gewoon. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Nou, dat vind ik echt te veel geld. En deze, dat is gewoon een hele grote pen. En voor maar 1,80 euro, weet je wel. En nou, dit is hier de dop en dan moet je volgens mij een beetje drukken. En dan komt er wat lijm uit en dan kan je het op je vingers doen en dan kan je het plakken. Ik wilde eventueel nog een filmpje over maken. Dan moet je heel even een reactie onder deze shoplog zetten. Want ja, als niemand het leuk vindt, dan doe ik het natuurlijk niet. Ik zal hem heel even laten zien. En ja, ik vind hem eigenlijk heel fijn. Had ik eigenlijk niet gedacht. En deze is voor het ook als je nagel is gescheurd of voor nepnagels te plakken.